Goedemorgen allemaal. Nou, vandaag weer een gezellige knutsel mee met ons twee. Kijk, daar is Deesje ook al. Goedemorgen. Even mijn foefje, Dees, dat ik jou kan horen. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, ik heb hard geluid. Ik weet nu hoe ik het moet doen op mijn telefoon. Yes, super. Oh, je hebt al netjes je potje pasta in beeld. Kijk eens, ik doe de kleine potje. En ik een hele grote. Verschil moeten zijn. Ja. Nou, welkom allemaal. Gezellig dat jullie weer meekijken. Ik hoop dat iedereen ons weer kan vinden. Deze donderdagochtend dus weer een gezellige knutsel mee met ons twee. En nou, deze was natuurlijk hier in de winkel. Tweede Pinksterdag met een leuke mixed media make and take. En toen hadden we zoiets van, oh, we moeten toch ook live de pasta's weer eens een keertje laten zien naar deze. Ja, je kunt er zoveel leuke dingen mee. En zeker ook met de hippe kaartjes waar wij eigenlijk mee bezig zijn, kun je daar heel veel leuke dingen mee maken. Ja, ja. Nou, er zijn dus twee verschillende soorten pasta's. We hebben bewust gekozen dat we allebei een andere pasta gebruiken. Deze gebruikt de gewone witte structuurpasta. En ik ga met de transparante pasta aan de slag. We zullen zo gaandeweg, zullen we dadelijk ook het verschil uitleggen. We doen ook meteen weer een tikkie live. Dus wil je iets bestellen, dan mag je het gewoon roepen in de opmerkingen. Josie kijkt mee en dan komt het meteen weer in je mandje. De tikkies van afgelopen week, die zijn allemaal alweer weg. Dus we starten vandaag weer met nieuwe mandjes. En nieuwe ronde, nieuwe kansen. Die mandjes blijven weer staan tot woensdag. Goedemorgen, dames. Nou, superleuk dat iedereen weer lekker meekijkt. Ja, toch? Gezellig, gezellig. Ja. Nou, wat ga jij maken deze? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Nou, ik ga dus aan de gang met de witte structuurpasta. Ik ga daarbij een stencil gebruiken uit de Grunge collectie van Studio Light. Kijk hoe tof die is. Doe, ja. Hij is ook heel leuk met inkt en zo. Kijk naar die randen, die vind ik ook echt heel gaaf. Ja, die notebook. Ja. Ik heb ook een bos. Oh, yeah. Toevallig. Alsof we het hebben afgesproken. Toevallig. Dat wisten we niet van elkaar. Ja. En ik heb een basis gemaakt. En daar heb ik de tweede grootste rand van die mini slimline gebruikt. Die deze maand van Craftlab is uitgekomen. Mm-hmm. En die heb ik dus twee keer. Dus het wordt eigenlijk een soort tweeluikje. En daarachter heb ik een vierkantje gemaakt van 13,75 geloof ik. En dan komen deze erop. Die plak ik eerst even aan elkaar. Dan ga ik structuurpasta erop doen. En ik ga dat ook nog bewerken met embossingpoeder. Oh. Want op natte structuurpasta kun je embossingpoeder strooien. Dat blijft lekker kleven. Oh, tof. Dus dat is wat ik ga doen. En dan ga je dat heat tool verhitten? Ja, dan ga ik met de heat tool heel voorzichtig verhitten. En versmelt dan je embossingpoeder met je pasta? Ja, maar je moet wel een beetje oppassen dat je pasta niet gaat bobbelen. Dat gebeurt toch wel een beetje en dat is ook wel een leuk effect. Alleen dat het niet te veel gaat bobbelen. Nou, ik ben benieuwd. Spannend. Nou, ik ga natuurlijk met deze pasta aan de slag. Maar deze, die transparante, die kun je weer niet met een heat tool drogen. Want ja, dat gaat op een of andere manier gaat dat niet. Dus die moet je echt aan de lucht laten drogen. Dus ik heb ook al even wat voorgewerkt. Die ploft ook echt uit elkaar, hè, Jolanda? Ja, die gaat echt ploffen, inderdaad. Ik zal wel even laten zien hoe ik hem aanbreng. Maar ik heb hem al even voorgewerkt. Want ja, anders dan zitten we hier rond de middag nog. En die pasta is ook zo gaaf, hè, Jolanda? Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen de transparante pasta niet kennen. Of wel, dames. Is iedereen ook bekend met deze? Ik denk de gewone kennen jullie waarschijnlijk wel. Maar deze misschien niet. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik ben ook wel benieuwd. Ja. Dus dan gaan we zo wel even lezen in de reacties. Nou, ik ga in ieder geval sowieso ook even smeren. Als ik een spatel bij de hand heb, die had ik ergens. Gaan we boterhammen smeren van papier? Boterhammen of pasta, wat zullen we doen? Laten we maar boterhammen met chocoladepasta. Ik ben mijn spatel kwijt, dus die ga ik even zoeken, ja? Ja, als jij ik heb net ik heb net mijn stencils netjes schoongemaakt, dus ik denk dat ik hem nog ergens bij de keuken heb liggen. Ja, oh, zeggen inderdaad, ik weet inderdaad niet de verschillen. Dus dan gaan we jullie zo meteen laten zien. Deze gaat lekker even beginnen met smeren en ik ga mijn spatel even pakken. Ja, dat is goed. Ik klets wel een eind in de ronde en ik hoor weer als je er bent. Ja. Nou, ik ga dus beginnen met die witte structuurpasta. En
ik moet zeggen, je kan daar echt heel veel leuke technieken mee doen. Hij stond hier ook even in de kast. Maar toen Jolanda zei, nou, we gaan live gaan we doen. Toen dacht ik, oh yes, eindelijk weer lekker kliederen. Dus dit is hem. Hij is een beetje korrelig en wat steviger. Je hebt dus ook witte gesso. Dat is veel dunner. En de structuurpasta, die kan je ook wel modelingpasta noemen. Die geeft dus echt wat diepte en wat dikte aan je patroontje. Nou, ik heb die hier even aan een spateltje gedaan. En dan kun je hem eigenlijk uitsmeren over je stencil. Ik probeer een beetje in één richting te bewegen. Zodat niet mijn pasta helemaal onder mijn stencil schuift. Nu heb je dat met structuurpasta natuurlijk minder snel als met gesso. Gesso kun je ook met stencils bewerken. Maar dat loopt heel snel onder je stencils door. Dus dan krijg je een wat grungier effect, zeg maar. Ja, en deze is ook, transparant is ook wel een beetje dunner, hoor. Die is dunner als de gewone. Ja, dat klopt. Als de gewone structuurpasta, zoals je ook ziet. Maar wat deze ook zegt, niet gaan zitten spatelen, of hoe zal ik het noemen? Niet van boven naar beneden. Ik trek hem echt altijd alleen van boven naar beneden toe. En dan trek je hem gewoon strak over je stencil heen. Ja, en met die spatel doe je eigenlijk je pasta gelijk maken met je stencil, zeg maar. Ja. Nou, dus alles wat er bovenop ligt, dat je je patroon niet meer kan zien, dat haal je, dat schuif je er eigenlijk weer op. Streep je weg. Deze, ik ga even die spatels laten zien van Vase. Ik zie, of van, oh, ja. Ik zie dat jij ze ook daar in je hand hebt. Studio Light heeft ook sinds een tijdje een hele handige set met plastic spatels. Kijk, deze gebruikt weer een ander modelletje als dat ik had. Ja. 5 verschillende spatels in een pakje voor maar €3,99. En die kun je dus met alle soorten pasta's kun je die ook inderdaad gebruiken. Dus €3,99 voor de spatels. Die wilde ik jullie graag al even laten zien. Ik heb mijn papiertje al in de pasta gezet. Oh, jij bent snel, Jolanda. Oh, ik ben super snel vandaag deze. Maar ik had het even dus, wat ik altijd doe, is dat ik het even met een stukje mallentape vastzet. Dan schuift ook je stencil niet zo snel weg. Dat klopt inderdaad. Veel mensen vinden dat inderdaad ook veel fijner om inderdaad zo te werken. Dat denk ik ook. Ik ga even de stencils laten zien die ik gebruik. Want dit is een slimline stencil van Dutch du Badoo. Er zijn er vaak 2 naast elkaar. Deze kun je trouwens ook nog over elkaar heen gebruiken als je met verschillende kleurtjes inkt werkt. Deze die heet de Confetti Dots. En als je die dus koopt, heb je 2 stencils aan elkaar voor €4,99. Die knip je dus los en dan heb je 2 verschillende patroontjes. Dit is de Confetti Dots van Dutch du Badoo. Ik vind die wel mooi subtiel. Ja, en het is inderdaad ideaal dat je 2 verschillende maskstencils meteen in één set koopt, hè? Ja, klopt. Dat was voor ons productietechnisch ook het goedkoopste, dus dat hebben we ook gedaan. Deze is altijd wel grappig, want als die dus opgedroogd is, geeft hij een beetje zo'n glimmend effect. Zien jullie dat? Ik ga jullie zo laten zien wat die transparante pasta doet. Ik neem wel even een doekje erbij. Welk medium ga jij eigenlijk mee werken deze? Ik ga met de ijzinkjes werken. En jij? Wat denk je? Van Memento misschien? Oh ja, ja, ja. Deze is van de Memento'tjes. Nou, ik ga voor de ijzink vandaag. Ja. Dat is wel leuk. Dan kun je ook meteen het verschil zien. Nou, ik heb even mijn stencil een beetje schoongemaakt. Want dat was een beetje troepie. Deze zijn ook handig, hè? Die nieuwe blending tools van Studio Light. Want die hebben die half ronde kussentjes. Kun je wat beter mee blenden als wanneer je die platte vierkanten had. Platte ronde dan, maar gewoon plat aan de zijkant. Dus deze zijn nieuw. Ik vind alleen die stokjes ook al leuk met die paarse blauwe. Ja, dat staat ook gewoon leuk op je hobbykamer, ja, hè? Ja, gezellig. Ja. Ik raad je wel aan als je met structuurpasta gaat werken om lekker even wat doekjes bij de hand te pakken. Ja. Thuis doe ik het meestal altijd gelijk in een bak met water gooien. Ja. En je stencils kan je dus gewoon heel goed schoonmaken door ze gewoon met een afwasborsteltje of een schuursponsje gewoon met wat afwasmiddel te reinigen. Oh, kijk nou deze. Superleuk, hè? Kijk, mooi. Kijk, dit is dus wat transparante pasta doet. Als je daar dus met inkt overheen gaat, dan gaat de delen waar je dus de pasta aangebracht hebt, die blijven dus lekker wit. Dus het is precies een beetje contra.
Dus een beetje racist, zeg maar, hè? Ja, ik lijk net een goochelaar. Woe, toveren! Hier gaat straks de... een polaroidje overheen. Ik ga lekker met een paar verschillende kleuren inkt aan de slag. Oh, leuk. Laat ik eens even gek doen. Ja, dat doe maar eens. Ik ben ondertussen mijn turquoise embossingpoeder op mijn pasta aan het strooien. Mijn pasta is dus nog nat, die is dus nog niet helemaal gedroogd. En dan zie je dus dat het er dus aan blijft kleven. Kijk hoe leuk. Ja, heel leuk. Patrice vraagt ook hoe lang die transparante pasta moet drogen. Ja, dat zie je vanzelf wel. Je niet te dik laagje aanbrengen. En ja, je voelt het vanzelf op een gegeven moment wel met je vingers wanneer die droog is. Maar daar valt echt reuze mee. Dus ja, dat duurt niet zo heel erg lang. En in het begin is die volgens mij ook nog wit, toch, Jolanda? Ja. En dan droogt die transparant op, ja, toch? Als je hem aanbrengt, is hij inderdaad wit. Maar je voelt dat op een gegeven moment zelf wel wanneer die bijna droog is. Kijk dan. Oh, wauw, hoe vet. Leuk, hè? Daar word ik toch al vrolijk van. Els, nee, er is van de ijsink geen verschil tussen de kleine en de grote inktjes. Alleen de prijs natuurlijk, hè. De grotere inktkussentjes van ijsink, die zijn €2,99. En dan hebben we de kleintjes, die kun je niet loskopen. Die zitten alleen in een pakje van 20. Voor €22,99 heb je dan alle 20 kleuren. Jolanda, ik ga een beetje herrie maken tussendoor. Ik heb gelukkig die heatool van Tim Holtz, dus die maakt iets minder herrie. Maar dan weet je dat. Ja, dan zeg ik niks. Gaan we alleen naar de herrie van deze luisteren. Yeah, en kijken hoe mijn embossingpoeder pasta verandert, zeg maar. Oh, deze. Kijk eens, je bent nou niet hier. Kijk eens. Ja. Oh, nee, hè. Ik moet komen. Ik kom straks gewoon die kant op. Dat is goed. Oh, we hadden die taart gekregen, hè, van onze leverancier. Voor de beste deskmeetverkopers van Nederland. Super lief. Hoe leuk is dat, toch? Ja, dat is toch attent. Vind ik wij ook. Wij waren helemaal blij dat we dat konden kopen natuurlijk voor onze klantjes. Ja. Ik zag al heel veel ingerichte deskmeets. Dit is ook wel even leuk om te laten zien. Dat doosje met die ijsink inkten. Ik leg ze daar gewoon op zijn kop in. En dan leg ik daar mijn sponsjes in. Heb ik dus gewoon een sponsje per... Hoe slim. Kleurtje inkt en dan kan je het gewoon zo netjes opbergen. Ik denk dat ik die ook nog moet hebben. Al die kleine inktjes zo bij elkaar. Hoe handig. Zeker op vakantie of zo ook. Ik was dus met de grote begonnen en toen dacht ik, ja, het is misschien een beetje over de top, maar ik denk dat ik ook de kleine nodig heb. Ja, zeker ook in de caravan dadelijk, hè, Jolanda. Niet zoveel ruimte. Toch al die kleuren bij je. Ik zou eigenlijk geen hobbyspullen meenemen. Ik heb al een hoop hobbyspullen mee naar de camping geshout. Oh, ik zit hier buiten beeld te werken. Oeps. Oh. Ik zat helemaal enthousiast naar mijn eigen poeder te kijken. Ik laat deze even zien. Dit zijn die nieuwe blending tools van Studio Light. €9,99. Dan heb je dus al 6 kussentjes. En dan hebben we eventueel losse kussentjes ook nog. Daar zitten er volgens mij 10 in voor €5,99. Kijk, dit ik vind het echt vet. Oh ja, ik vond het ook vet. Wou ik net over mijn eigen werk ook zeggen. Ja, dat wou ik ook over dat van jou zeggen, Jolanda. Ja. Hou me eens een close-up deze. Laat eens even zien wat er gebeurt bij jou. Wow. Kijk. En het bobbelt wel een beetje op, maar ik vind dat juist vet. Oh, want het is gewoon een mixed media kaartje. Even kijken heel zo. Heel leuk. Ja, toch? Nee, maar ik vind die van jou ook heel vet. Juliette, het papier is nog niet leverbaar. Er zijn wat problemen met ziektes bij de... bij de drukker, dus we kunnen het nog niet leveren. Jeroen heeft daar gisteren weer over gebeld. Maar we hebben nog geen Bella Lulu Smooth Wit op voorraad. Jolanda, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd dat jij er verder nog bij gaat verwerken, hoor. Ja, dat heb ik nog helemaal niet verteld, zit ik nu te denken. Ik zit ook weer helemaal in mijn eigen bubbel. Ik heb stiekem al een klein stukje gezien, maar natuurlijk nog niet helemaal. Ja, ik heb jou al een beetje laten zien, hè? Ja. Kijk eens wat ik ga doen. Ik ga met de Joostelijnenmalletjes aan de slag. We hadden in de winkel namelijk dit gekke kaartje staan van Ilona. Ik vind haar stijltje zo super gaaf. Ja, heel vet. De nieuwe mal Fruity Smiles. Ik zal hem even pakken. Kunnen jullie het nog goed verstaan eigenlijk met die heatool bij mij? Ik hoor jouw heatool eigenlijk helemaal niet. Oh, super fijn. Hou we zo. Ja.
Nee, ik hoor hem echt niet, maar hij is toch ook heel stil, die van Tim Holtz. Ja, ja, dat is hij ook. Maar omdat ik mijn camera dicht bij mijn scherm zit, dacht ik, oeh. Nee, ik hoor er helemaal niks van. Fruity Smiles, €22,99. Nee, we zitten niet in dezelfde ruimte, Karin. Dus ik ben vandaag, al mijn spullen zijn veilig. Al mijn tools zijn veilig en ik hoef mijn taart niet te delen, dus... Maar deze is leuk, hè, van Ilona. Daar kun je dus allerlei verschillende soorten fruitjes mee maken. Sorry, ik zat even in mijn bubbel, dus ik reageerde niet op je piktool. Kijk, ik heb mijn piktool nog, gewoon. Ik ook, hè? Ik heb nog steeds die voor jou. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Kijk, wat ik ga doen, ik ga het polaroidje erbij gebruiken. Ga ik hier opzetten en dan ga ik daar allemaal fruit in doen. Zal ik hier ja, ook nog... Ja, dat is heel leuk. Oh nee, ik doe daar straks wel denk ik even nog een stansmalletje op. Maar dat doe ik straks wel. Ik denk dat ik gewoon eerst mijn polaroid erop ga doen. Met tape. En dan ga ik daar dadelijk al die fruitjes tussen steken. Die polaroid is eigenlijk ook wel echt heel veelzijdig, hè? Oh, die hebben we over gebruikt in deze. Echt, ongelooflijk. Met poppetjes, met fruit. Alles kan erin eigenlijk. Ja, ja. Foto's. En ook natuurlijk... Dan moeten we ook weer eens een keer wat meer gebruiken. Deze Bellalulu plaatjes. We zijn natuurlijk helemaal into Kraftlab. Ja. Maar Bellalulu ja, kan er natuurlijk ook prima in, hè? Zeker weten. Nou, dus ik doe even een foamtapeje. Hoe ik het straks met tekst ga doen, dat weet ik nog niet. Misschien met letters of met... Een stempel. Oh ja, leuk. Oh, mooi van jou ook deze. Dat is een tof effect, hè, dames. Dat embossingpoeder met pasta. Had ik nog nooit gezien. En ik heb hier dus nog wat stukjes wit. Omdat ik een beetje te langzaam was, denk ik, met mijn stencil afpoetsen en zo. Maar ik ga nu een inktje pakken en dan ga ik daar overheen werken. Zodat die witte delen, zeg maar... ook een kleurtje krijgen. Dus dan valt dat niet zo erg meer op. Ja, dan kan je pasta... nog... Sorry? Dan kan je dat toch nog gewoon netjes wegwerken? Ja, zeker. En nu is je pasta ook meteen helemaal goed droog. Ja, want de gewone pasta die kun je gewoon prima droog blazen, hè, met je heat tool. Ja, ja, zeker. Niet te lang op één plek houden, want dan gaat het echt bobbelen. Ik heb al die fruitjes natuurlijk gesneden uit het Paper Pad Brides van Studio Light. Volgens mij gaat die eruit. Want er zijn allemaal weer nieuwe blokjes. Hier heb je al die primaire kleurtjes. Dus dan kun je gewoon dat fruit allemaal heel leuk uitsnijden. €4,99 is het blokje. En Gerry die vraagt of dat jij met de stencil hebt gewerkt met de transparante pasta. En dat klopt inderdaad. Ja, ja, dan kan je straks even de video terugkijken, Gerry. Daar heb ik alles laten zien, stap voor stap. Dus gewoon eventjes de video terugkijken en dan zie je hoe ik het gedaan heb. Ik heb hier de kleur Tielziel gebruikt van Memento. Of die ga ik gebruiken, heb ik nog helemaal niet gebruikt. En dan pak ik even zo'n blending brush erbij. En dan ga ik mijn inkt dus eigenlijk overheen aanbrengen. Dus je moet wel even zeker weten dat het goed droog is. Dat kun je ook doen als je gewoon de pasta hebt zonder embossingpoeder. Dan kun je dat als het droog is ook gewoon lekker met je inkt overheen. Nee, ik zit in de laag. Nee, dank je. Ik dacht, maar dit zie je niet echt. Ik denk, ik ga even proberen of ik de randjes ook nog even van mijn fruitje aan kan zetten met een beetje inkt. Jolanda, waar zit je eigenlijk te knutselen? In de studio. Heb jij een nieuwe mat erbij gekregen? Nee, die had ik al, die glazen mat. Maar ik vind die mat niet super fijn. Ja, ik vind die mat wel fijn, maar niet met de belichting. Want ik vind dat je de... Ja. Ik heb hierboven die daglichtlampen. En 9 van de 10 keer zie je die lampen dus precies in die glazen mat. Klopt, ja. Ja, ik zie het inderdaad. Maar dus je kunt het goed zien hoor, als je er iets neerlegt waar je op werkt, ja, kun je het precies goed zien. Kijk zo, maar hier heb je dus precies die strook licht van die lichtbakken hierboven. Dus ja. Vandaar dat ik daar eigenlijk niet zo kapot van was. Maar als ik ga kliederen is het toch wel handig, hè, deze, zeker. Deze mat.
Kijk, die peer. Kijk nou. Toffe peer. Oh, dat is ook leuk. Hé, hey, hoe leuk om dat gewoon alleen al te doen. Ja. Ja. Bij die Fruity Smiles, er zitten trouwens ook die grappige gezichtjes allemaal bij. Oh, Yolanda. Ja. Weet je wat ook leuk is? Die grote letters, die nieuwe van Studio Light. Ja. Want dan kun je natuurlijk niet elke woord mee, maar toffe peer kun je daar denk ik wel mee maken. En dan allemaal die peertjes ertussendoor. Ja, maar die zijn wel voor op dit kaartje veel te groot hoor, want die zijn 4,5 ja. groot. Nee, voor een nieuw idee. Oh, apart. Ja, op een nieuw kaartje, ja, dat kan. Die letters heb ik nog steeds uitgestanst liggen, maar daar heb ik eigenlijk nog niks verder mee gedaan. Kijk, wat ik heb gedaan uit zwart papier, als ik die oogjes en zo wil stansen, heb ik natuurlijk weer de krafttape achterop gedaan. Want heb ik er meteen een sticker van gemaakt. Anders is het natuurlijk niet te doen om die oogjes en die mondjes en zo goed op je creatie te krijgen. Ja, ideaal. Gelukkig heb ik mijn dobbel en pik nog. Weer. Weer, een nieuwe. Daar kom ik niet meer onderuit, hoor. Dan moet je de rest van jouw leven horen. Ik ben er bang voor. Ja, volgende keer dan zet ik 10 nieuwe op je bureau. Ja, oh, deze zijn echt zo inimini friemelig. Zo, ik leg even mijn papiertjes weer tegen elkaar aan. Dan kan ik die inkt ook mooi over laten gaan. Ja. Moet natuurlijk wel bij elkaar passen, hè? Maar kijk maar eens hoe gaaf. Nou ben ik met dat inktje eroverheen gegaan. En nu zie je dat wit ook niet meer. Is gelijk netjes zo, af. Hè? Ja. Ik heb hier ook nog 2 losse oogjes. Ah, ik vind het wel leuk. Jouw peer komt helemaal tot leven. Ik ga even die oogjes eraf peuteren. Oké, okay, zal ik dan nog even wat vertellen, Yolanda? Ja hoor. Top. Ik heb deze interactieve stempel erbij gepakt van Craftlab. En hier zitten onderin, zie je hier ook nog wat figuurtjes zitten. En ik heb dus wat hartjes, wat ik erop ga verwerken. Ik moet er nog een paar meer maken, dus ik ga het nog even samen met jullie doen. En die wilde ik hier zo een beetje op gaan maken. Daar heb ik 2 verschillende kleurtjes memento voor gepakt. En je hebt daar grote en kleine hartjes in. Die gaan we stempelen en dan eromheen uitknippen. Maar deze figuurtjes kun je dus ook echt superleuk bijvoorbeeld op een achtergrond verwerken. Of ja, je kan er eigenlijk heel veel leuks mee doen. En, je kleurcombi is leuk bij jou, de blauw met die hartjes. Wat zeg je? Je kleurcombi is leuk, de blauw met die hartjes, met die rode hartjes. Je knalt eruit, hè? Ja, echt wel. Ja, was een prongelukje weer. Zo doen we dat, toch? Lekker niet voorbereid aan deze, doen we het liefst. Ja, ja, precies. En je kunt dit dus ook maken met sterretjes. Dus hou je niet zo van hartjes. Dat kun je dus ook met sterretjes doen. Goed idee. Ook heel leuk. En als ik deze afdruk, dan gebruik ik wel eventjes mijn stempelhulpje. Want als je met memento afdrukt, dan kun je eigenlijk wel scherpe afdrukken maken. Alleen met zo'n klein figuurtje, helemaal vol, zeg maar, krijg je die afdruk nooit meteen helemaal scherp. Nee, logisch. Dus dan hebben we natuurlijk ons stempelhulpje nodig, hè? Oh, die oogjes zijn echt mini, maar het is wel heel cute. Het is echt heel schattig. Superleuk. Toffe peer. Er zitten ook nog inimini wangetjes trouwens bij. Die zal ik ook nog even stansen. Oh, je hebt bijna iets fout. Wat? Mijn basiskaartje gebruiken om op te knippen. Oh jee. Ja, dat kan niet, hè? Nee, eigenlijk niet. Voor mijn hartjes gebruik ik deze 2 kleuren van Memento. Rosebud en Love Letter. En eigenlijk ben ik helemaal niet van roze en rood combineren, maar soms moet je een beetje gek doen, toch? Ik wil net zeggen, dat is best een hele verrassende combi. Ja. Ja, leuk. Nou. Ik ben benieuwd. Ja, dus dat gaan we doen.
Oh, dit is echt... Weet... Even mijn inimini wangetjes nog even erop plakken. Ik zie verschillende mensen ook reageren op de grote letters van Studio Light. Dat ze te groot zijn. Maar wij wilden juist heel graag grote letters, hè? Zeker, ja. Ik ben er heel blij mee. En mijn ideetje was ook om die grote letters te combineren met letters van Kraftlab. Ik denk dat je dan een heel tof effect krijgt. Dus dat ga ik binnenkort ook even doen. Zullen we die anders de volgende keer doen, deze? De grote, dat we allebei de grote letters gebruiken. In de dat is wel heel gaaf. Dat is wel echt leuk. Ja, inderdaad. En het is ook leuk. Ik had er in een tikkie ook al een paar keer laten zien. Dat je ook echt het verschil ziet in grootte. Want het zijn echt... Ja. Het is een wezenlijk verschil, de maten. Ja, ze zijn echt heel groot. Anoushka, we zitten in een tikkie live, hoor. Dus je kunt gewoon bestellen. Dus brand maar los, zou ik zeggen. We beginnen weer met nieuwe mandjes vandaag. Dus als je Monica wilt bestellen, mag je gewoon roepen. Zo is het. Monika zegt ook de juiste kleuren roze en rood, die passen echt wel bij elkaar. Dus, ja, dat denk ik ook. En op een kaartje kan alles, toch? Vind ik wel. Ik ook. Ik peuter weer even een vangetje los van mijn sticker. Buiten beeld. Maar Eva, hoe schattig is dit, jouw peer? Het is toch echt te cute, die wil je gewoon opeten. Weet je, het is echt... ze zijn best wel aan de prijs, de Fruity Smiles. Maar je kan met één zo'n set kun je echt zoveel. Meloen, citroentje, een aardbei zit erin. Kijk, ook leuk, hier heb je allemaal die losse stipjes voor op die aardbei. Die pitjes, zal ik maar zeggen. Peertje, stukje watermeloen. Je kan er natuurlijk een sinaasappel mee maken. Kersje, limoen. Ja, echt eindeloos. Schijfjes citroen. Zit hier er ook in? Ja, kijk, dan kun je weer met deze losse stukjes kun je dat doen. Zo'n schijfje. Dus echt, hij kost €22,99. Maar hij is echt wel het geld dubbel en dwars waard, moet ik zeggen. Want je kan er echt heel veel verschillende dingen mee maken. Ja, heel tof. Ik moet hier niet te vaak naar kijken, hè? Nee. Kijk hier, mijn toffe peer. Is toch helemaal leuk. Oh, die is echt zo schattig. En die wangetjes erbij ook. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo van wangetjes, maar deze zijn cute. En ook, ik ben ook niet op zich niet zo heel erg van die gezichtjes normaal, maar nu toch maar even wel. Ik ga denk ik ook nog even wat sproetjes tekenen. Leuk. Dat vind ik ook altijd leuk. Ja. Zo, mijn peertje. Ja, ik ga voor mijn laatste hartjes en dan zullen we ze eens even uitknippen. Kijk, mijn peer, hoe leuk. Welke randjes heb jij gebruikt, vraagt Els aan jou, Jolanda. Ik heb een grote slimline stans van Kraftlab gebruikt. Dat is deze. Deze had de kleine gebruikt, de mini slimline. Ik heb de grote slimline stans gebruikt. Er zit echt inderdaad een heel tof randje in. En die is €18,99. Ik vind dat randje dus ook helemaal leuk, hè? Dat ze bijna aan de buitenkant zit. Om gewoon los te gebruiken als een randje. Dat heb ik al een paar keer gedaan. Dat is echt heel leuk. Als je hem gewoon een keer stans, dan heb je al verschillende randjes die je ergens op kan plakken. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een goed idee. Zie je, ik heb hem hier in het zwart gebruikt. Ja, echt heel mooi. Kijk, dit is ook nog een aardbei. Aardblij? Aardblij, ja, een aardblij. Oh, nou heb ik er zin in. Heb jij er niet? Waarin? In fruit, in aardbeien. Ik niet, ik heb niet taart staan. Oh nee, en weet je waar ik nu helemaal zin in heb? Sorry? Weet je waar ik nu helemaal zin in heb? Vertel. Nou, in die wafels met aardbeien van de brasserie. Ja, die zijn super lekker. Nou, ik zei het op de site van de brasserie. Het is vandaag natuurlijk voor velen toch een spannende dag, want het zijn de uitslagen van de examens, hè? Dus nou, heb je vanmiddag natuurlijk wat te vieren, kun je natuurlijk ook naar de brasserie komen. Als je vandaag je examenuitslag krijgt, of als je kinderen of je kleinkinderen de uitslag krijgen. Oh, dat is wel heel leuk. Super spannende dag. Nou, ik duim voor iedereen. Ja, ik ook. Ik doe mee. Dan gaan er vast veel mensen slagen, toch? Ja, denk ik wel. Hier zitten trouwens ook nog die bloesembloemetjes in, voor op de aardbei. Zie je dat? Oh, hoe leuk.
Ik word alleen Matcht wel het allemaal zo leuk, hè? een beetje gek van die gezichtjes. Want daar heb ik niet zo heel veel geduld voor. Maar ik Ik vind worstel dat je het goed doet. Ik worstel me er gewoon doorheen. Ja, ben trots op je. Ja, hè? Echt wel. Dat hoopte ik al. Mondje. Nee, maar als je hier stickers van maakt, dan gaat het wel. Hier kan ik trouwens een oog en een knipoog van maken. Ik stand hem nog even een keer uit. Oh, een knipoog. Dat is ook wel echt leuk. Dus daar zit er eigenlijk allebei zit dat erin. Even kijken. Oh, ik heb nog een leuk ideetje. Vertel. Nou, ergens op die stempelsets van Kraftlab zit er ook nog ergens zo'n mini hartjesstempel. Die ga ik er ook nog even bij doen. Op welke zit die? Volgens mij bij de unicorns. Echt zo'n hele kleine. Ik ga zo kijken. Waar ook die sterretjes bij zitten. Ja, dat denk ik wel. Nou, hou je in. Zou echt schattig. Pas precies bij mijn achtergrond. Alleen dan twijfel ik even of ik op mijn achtergrond zal stempelen met tielziel of van de kleur van mijn hartjes. Dat is weer een dilemma. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal vinden eigenlijk. Of misschien zelfs zwart. Dat je met gewoon oh met ja, en dan dat zwarte spetters nog. Ja, ik denk gewoon met een zwarte Versafijn deze. Oh, je bent goed. Ja, want ik had ook al zwarte gesso klaarstaan om eentje spetteren nog. Ik denk dat dat het tofste is. Ik denk dat ik het met je eens ben. Dan springt hij er lekker uit, hè? Oh ja, en ik moet ook eraan denken dat ik niet iedereen van alles moet laten roepen in een tikkie, hè? Nee, over producten. Nee, dat is inderdaad... Want we zitten in een tikkie live, hè? Dus let even op als je producten benoemt. Want dan gaat Joyce ervan uit dat je het in je mandje wilt. Dat hadden we van de week ook weer. Dat mensen zeiden van... Ja, maar ik gaf gewoon antwoord op andere mensen. Ik zeg, ja, dat moet je echt even niet doen. Dat maakt het heel erg verwarrend voor ons. Dus als er, ja, wij lezen de reacties mee. Dus als er vragen gesteld worden, dan beantwoorden wij die zelf sowieso. Dus, ik denk dat nu ook iedereen de grote letters in een mandje krijgt. Ja, dat denk ik ook. Nou ja, dat is dan maar zo, hè. Die zijn dus, toch te leuk. Ja, geef even duidelijk aan als je dus iets benoemd hebt aan producten, wat je dus niet als bestelling bedoeld had. Want dan leest Joyce dat zo meteen wel weer. Dan kan ze het weer uit jullie mandjes halen. Anders denk ik dat het misgaat. Oh, die Joyce, die heeft er ook een werkje eigenlijk nou, aan, hè? Wij zo lekker vaag zijn. Sorry, Joyce. Sorry. Houdt plaats, hè? We mogen eigenlijk niet meer samen live, Jolanda. Ik denk het ook. Veel te veel chaos. Ja. Maar kijk hoe leuk toch, die hartjes gewoon. Ja, uit ik die zie jouw kaartje, die knalt er echt uit. Ja, die gaat nog meer knallen. Jouwe Eugenie, we hebben de magneetvellen van X-Cut. Dus roep maar gewoon hoeveel je er wilt. Dan doet Joyce in je mandje. Dat is ook wel echt een heel fijn opbergsysteem, vind ik hoor. Ja, dat is het zeker. Anoushka, de interactieve mal van Kraftlab die jij bedoelt, die heet Pop-Up Slider. En die kost ook €18,99 als je die wilt bestellen. Oh ja, nee. Dus dat mag je ook gewoon noemen. Ik vergeet helemaal de reacties mee te kijken. Ik ben zo druk aan het knippen. De magneetvellen, ik kan hier nu niet in de webshop kijken. Maar daar antwoordt Joyce zo meteen wel op, Eugenie. Volgens mij zijn die €3,99 of zo. Ik weet het niet precies. Ik ga er zo lekker mee stoppen. Zal ik zo de winkel in gaan en ook nog even een tikkie doen? Want we hebben nog veel nieuws op ja, de hoor. Ik moet Helemaal hem nog goed, wel dan knuffel afmaken. ik gewoon verder. Of vind je dat Ja? niet handig? Jawel, kunnen ze lekker verder. Oké. En als ik af moet breken, dan doe je maar een ringetje. Ja. Zo. Ik vind Nou, dit toch ik zo zie dat er veel grappig. mensen de komende tijd al naar ons toe komen. Dat is ook gezellig. Ja, oh, en als feestje. Oh, volgens mij komen daar ook veel mensen naartoe. In september. Ik ga eerst even mijn stempeltjes erbij pakken. Mijn mini-stempels. Want zei ik net al, ik had hier zo'n heel schattig... Kijk dan. Hier zit zo'n echt zo'n heel schattig klein hartje. Hoe cute. Ja, die hoort er echt bij. Ja, en Peter had ook iets keileuks gedaan. Hè? Die had
in die hartjes en cirkeltjes en sterretjes had hij ook die gezichtjes gedaan weer. Hoe leuk. Klopt. Dan dus zou je het ook nog met aankloppen. De gezichtjes van de Fruity Smiles kunnen doen, hè? Ja, ook superleuk. Die kun je allemaal met elkaar combineren. Ja. Leuk. Nou, dit mini-hartje doe ik eventjes gewoon met een acrylblokje. Dat vind ik makkelijker. Zat jij nou stiekem je taart te eten? Ik heb mijn mond vol. Ik hoorde het. Sorry. En volgens mij zag ik heel even de taart in beeld. Of heb ik dat fout? Het drong nu pas door. Sorry. Nee, lekker toch? Geniet er maar van. Nou, ik vond het zo lief dat we die hadden gekregen. Ja, vind ik ook echt ontzettend lief. Deze zal ik ondertussen, ik weet niet of jij nog iets wilt vertellen, anders laat ik ondertussen al even de producten nog een keer zien met de prijzen. Ja, doe jij dat maar lekker laten zien, ja. Dan ga ik gewoon rustig verder. Ja, nou, ik had zelf dus de transparante structuurpasta gebruikt. Dat is een klein potje. 6,99 kost die. Kijk, en wat hij dus doet, hè, je ziet het hier. Precies de delen waar je dus pasta aangebracht hebt, daar komt dus geen inkt. Deze reden witte gelpen, dus de witte multiliner die ik gebruik, dat is de Signo, dat is deze. Kun je dus op donkere ondergronden, zoals bijvoorbeeld op zwart, kun je daar dus accentjes mee aanbrengen of kun je tekenen. En de Signo multiliner die is €4,99. We zitten dus in een Tiki Live, dus als je iets wilt bestellen, mag je het nu gewoon benoemen in de uitzending. Ben dus wel altijd even voorzichtig met wat je benoemt. Want wij gaan er dus in een Tiki Live vanuit als je producten benoemt, dat je ze dan wilt bestellen. Dus de Signo Multiliner is €4,99. De transparante pasta die ik heb gebruikt, een potje voor €6,99. En dan is er de pasta die deze heeft gebruikt. Dat is deze. Dat is een wat grotere pot. Die is €9,99. Dat is dus gewoon de witte pasta. Ik zal straks ook nog even naar het rek met ijzing lopen, deze, om te laten zien. Ja. Oh ja, dan wil ik die ook in mijn mandje. Echt? Oh, jij Zeker. Gaat onze knutsel je mee met ons twee zelf mee zitten bestellen. Ja, kan ik ondertussen wat typen ja, misschien? Ja hoor, goede deal. dit zijn de spatels die we hebben van Studio Light om dus je pasta aan te brengen. 5 verschillende spatels voor €3,99. Dit was mijn leuke confetti slimline mask met 2 verschillende soorten dots. Deze heet de confetti dots. Die is €4,99 voor de 2 stencils aan elkaar. Nou, dan had ik verder als basis had ik natuurlijk de grote slimline stans van Kraftlab had ik gebruikt. €18,99 kost die. En daar zit dus ook dat toffe randje in, dat toffe zwarte randje waar jullie al om vroegen. De blending tools die ik heb gebruikt, die zijn nieuw van Studio Light. Met zo'n rond kussentje erop. Je hebt 3 tools met 6 kussentjes. Die zijn ook met klittenband, dus die kun je verwisselen. €9,99 is de blending toolset. En dan heb je dus, als je dus zoals ik, 1 kussentje per kleur wilt, heb je ook nog losse navullingen met 10 kussentjes. Voor €5,99. Ik zal hem nog even laten zien, hè, hoe ik dat doe. Dit is dus mijn bakje met alle 20 de iZink inkjes. Deze heb je denk ik ook nodig, hè, wat je al zei. Ja, die heb ik zeker nodig. Kijk, en die zitten op deze manier verpakt. Koop je dus de kussentjes los, de grotere, dan zijn ze €2,99. En hier heb je dus alle 20 kleurtjes voor €22,99 bij elkaar. Dan ben je meteen compleet. Heb je meteen alles. Nou, dat is en echt ideaal, hoor. Ja, toch? Ja. Ja, ik was ook echt eerst met die grote begonnen, maar ik ben toch overgegaan op die kleintjes. Dit is de Stan Small Fruity Smiles van Carlijn, waar je al die verschillende fruitjes mee kunt maken. Hij kost €22,99. En de fruitjes, die heb ik allemaal gestanst uit het blok Bright, het peperpetje van Studio Light. Er zitten dus al die basiskleuren zitten daarin. Kleurtjes van de regenboog. Dus dat is wat ik gebruikt heb. Vergeet ik nog iets deze wat jij hebt gebruikt? Moeten we misschien daar... Zal ik het even laten zien nog? Ja, ja. Ik weet alleen de prijzen niet uit mijn hoofd. Sorry. Ik heb dit stencil gebruikt van Studio Light. Volgens mij is die €4,99. Nee, die zijn al te duur. Volgens mij zijn die €6,99. Oh. Oh.
Sorry, ik zeg niks meer. Dit mooie stencil in ieder geval. En ja, de witte pasta had je al laten zien. Ik heb van Menzo wat kleurtjes gebruikt. De teal seal. Even kijken, daar zit hij. Ja, zo doet de, het goed. Oh. De rosebud. En de love letter. Die zijn 2 euro per stuk, de losse memento's. Ik zal dadelijk in de winkel ook nog even de complete doos laten zien. Ja, dat is wel heel tof. Die, ja. Oh, die moet ik denk ik ook weer binnenkort een keer opnieuw. Ik heb ze denk ik 5 jaar en sommige beginnen nu leeg te raken. Dus ik kan er wel heel lang mee doen hoor. Ja, dat vraag ik wel eens uit deze, want er zijn ook wel navullingen voor de memento. Maar die zijn best wel duur, die flesjes. Die zijn volgens mij bijna 6 euro per stuk. En ja, ik koop gewoon een nieuw petje hoor. Ja, je hebt zo'n pet heb je voor 2 euro. Dus dan denk je, ja, dan kun je al die tekens net zo goed weggooien. Maar ik heb ook echt zelden of nooit dat mijn pet leeg was. Nee, ja, ik heb pas de rosebud vervangen. Maar die kleur gebruik ik bijna altijd. Ja, die gebruik je veel, hè? Ja. En ik heb deze interactieve stempelset gebruikt dan voor de hartjes. En ik wil straks hier Handmade with Love. Ga ik hier denk ik stempelen. Vond ik wel toepasselijk. En wat had ik nog meer gebruikt? Oh ja, deze. Van iZink, de turquoise embossingpoeder. En die zijn 6,99 die potjes. Ik zal zo wel even naar het rek lopen. Ja. En volgens mij was het dat. Oh ja, foamtape hè, altijd. Ja, ik ook hier hè. Foamtape, ook onder mijn polaroid en zo. 1,20 voor een rolletje. En we hebben de foamtape in 2 mm dik en 1 mm dik. Dus moet je even zelf aangeven wat je graag wilt hebben. Ja. 2 meter op een rolletje. En ik zal de krafttape trouwens ook nog even laten zien. Dat is deze, de Easy Krafttape. Waarmee ik dus stickertjes maak van die inimini stukjes. Ja, als we net ideaal. iZink inkten, er zijn dus prima vervangers voor de distressjes. En als je dan een beetje een bruine wilt in de kleur van Range of Vintage Photo, dan heb je de T. En die heb je dus in een groot doosje, zijn ze €2,99. De totale set met alle iZink inkjes, die is dus €20,99. Ik loop even naar het iZink rek. Deze, ga even kijken wat er gaat, of ik je meeneem. Ja. Oh nee, ik ben echt iets doms aan doen. Oh joh, het komt niet meer goed vandaag met mij. Ik ben nog niet wakker. Oh, wat doe je dan? Volgens mij moeten we voor het 's avonds live gaan, Jelan. Ja, dat kan. Dat kan. Nee, nee, maakt me niks uit. Ik zit helemaal naar jouw beeld te kijken en ik dacht, er loopt helemaal niet synchroon. Maar ik keek naar jouw beeld op mijn tablet en dat klopt natuurlijk niet met het geluid. Nee, daar zit een beetje vertraging in. Kijk, dit zijn die grote inkpads. Die zijn dus 5 bij 5, Antoinette, en die zijn €2,99 als je een grotere wilt. Echt voor de randjes. En dit zijn en dus ook die prijs, hè? Super leuk betaalbaar. Ja. Welke kleur had jij? Die, ik had toch kwaas. Even kijken, want ze hebben heel veel mooie. Oh ja, dat is deze. Heel veel mooie kleurtjes. Oh, ze zijn trouwens 5,50. Ik zei een verkeerde prijs. IJzink en bossingpoeder. Ja, echt heel leuk. Maar dit is ook een hele mooie. Dus een beetje een babyblauwe. Ik moet nog een roze eigenlijk. Ja, hier heb je ook een hele mooie, een beetje een babyroze heb je. Oh ja, die is ook gaaf. Dit is een fuchsia roze, die gebruikt Lynn ook altijd veel. Geranium heet die, kijk, dat is ook een hele mooie. Oh wauw, die is ook mooi, ja. Prima, bij die rosebud kun je die natuurlijk combineren, hè? Ja, precies. En dan hebben we ook nog met glittertjes. Kijk, dit is bijvoorbeeld topaz paillet. Dat is dan blauw met een glittertje erin. Ja, dat vind ik ook echt heel mooi. Nou, en de spreetjes, die, of de pastatjes hebben we natuurlijk hier, hè. We hebben de transparante pasta, €5,99. Dit is de gewone witte structuurpasta. Nou, en voor wie het nog niet wist, we hebben die structuurpasta eventueel ook nog in het zwart van Dutch Doobadoo. En dan hebben we wit en zwarte gesso hebben we ook. Dat zijn basisartikelen die je eigenlijk altijd kunt gebruiken. Ja, inderdaad, dat is een beetje de kleur van mijn nagels inderdaad, Gerrie. Dat embossing. Die zwarte gebruikt Lynn ook heel veel, volgens mij, ja? Ja, moeten we eigenlijk ook nog een keer iets mee doen aan deze. Oh, we hebben echt af en toe ook tijd tekort, hè? Ja, maar volgende keer gaan we met de grote letters, hè? Ja, dat vind ik een goed idee. Moeten we nog even kijken wanneer we dat kunnen doen? Ja.
Mirjam het papier voor Vaderdag, dat heet Mannen blijven jongens. Ik zal daar even naartoe lopen. Ik heb gisteravond natuurlijk nog een kaartje daarmee gemaakt. Dat was mijn papa kaartje. Ja, die was ook echt superleuk. Met de bullies. En het papiersetje wat erbij hoort, dat is een papiersetje van Bella Lulu. Dat heet Mannen blijven jongens. Die kost €5,99. En dan heb je dus 10 vel dubbelzijdig bedrukt designpapier. En 2 vellen met leuke Nederlandse labels allemaal. Met Nederlandse teksten. Nou, ik heb natuurlijk hier onze buddy weer bijgebruikt, hè. Oh, die moet vandaag weer binnenkomen. Maar die hebben we straks weer wel. De stand van de bul. Ja, die blijft leuk. Overal bij gewoon. Kijk, en hier hebben we dus... Jolanne, ik vind dat hoedje vind ik erop ook geweldig. Ja, dat knipvel zal ik zo even laten zien. Kijk, dit is de mal Mama en Papa. €3,99 is die. Dat is een setje met 2 mallen van Dutch Doobadoo. Dus 2 tekenmallen. Kijk, en het leuke is ook dat hij 3 laagjes heeft. Zie je dat? Dus ik heb crème en dan mooi. Heb ik een beetje roest. En ik heb het designpapier gedaan. En dat roest, dat zei ik gisteren ook al. Dit is volgens mij ook wel een van jouw favoriete blokjes, hè, deze. Het blokje Spooky Colors. Eerst denk je, nou, ik heb echt iets met Halloween. Maar er zitten echt hele mooie kleuren in. Ja. En ook die, die paarse, die past dus echt super tof bij... help me eens. Bij de Friends, Over the Rainbow. Oh ja, bij het blokje Over the Rainbow inderdaad. Nou, en ik had die roestkleuren dus ook weer bij het papier Mannen blijven jongens gebruikt. Spooky Colors is €6,99. Even kijken of dat ik dat schildje nog had van Dutch Doobadoo. Ik weet niet of dat die er hangt. Er hangt genoeg Dutch Doobadoo, hè? Dat weten jullie wel. Oh ja, kijk, ik heb hem. Als je echt wat stoere mannenkaarten wil maken, dat is dit schild. €3,99 kost die. Het schildje nummer 208. Dus een tekenmal van Dutch Doobadoo. En... heb je dus aan de boven- en aan de onderkant heb je allebei zo'n andere afronding. Je kan hem natuurlijk ook op zijn kop doen. Zo kun je hem ook neerzetten. Is maar net wat je zelf wilt. Dus dat was mijn vaderdagkaartje gisteren. Echt gaaf. Oh, ik ga even dat knipvel nog laten zien, deze. Ja, die is ook echt heel tof, hè? En je hebt dan zo makkelijk een leuk kaartje gemaakt met die vellen. Kijk, we hebben trouwens het hele nieuwe rek hebben we ingericht. We hebben overal hier bakken gehangen met de nieuwe Bella Lulu vellen. Oh, mooi. In. Dat is het wel overzichtelijker. Ja, dat is leuk. Kijk, en dit is het knipvelletje. Het knipvelletje Mijn Held. Daar zitten dus al die losse elementjes zitten erin. Het hoedje en de snor en het brilletje. En ik had Ted natuurlijk ook Bully natuurlijk ook die stropdas aangegeven. Echt schattig. Dus dat is het knipvelletje. Mm-hmm. Wat zeg je? Schattig en stoer. Schattig en stoer. Ja, kijk, deze die vond ik ook zo leuk van Whitley. Hier heeft Whitley trouwens ook weer de grote slimlijnstand van Kraftlab voor gebruikt. Oh, kijk, die vind ik ook leuk, ja. Met een snorretje. Kijk hoe leuk bij die A's. Nou, dit is natuurlijk met het streepjesalfabet gedaan. Dat is deze van Kraftlab. Die is €26,99. Hey, deze wat jij ook had gedaan met die letter. Dat vond ik ook zo te gek. Met die Celebrate bedoel je, denk ik. Ja, hè? Wat je bij Boekenvoordeel had gedaan. Kijk dan, dit kun je dus ook met diezelfde letters maken. Ja, het is echt. Je kunt er zoveel leuks mee. En ik heb nog meer techniekjes in mijn hoofd, maar ik heb tijd tekort. Ja, tijd. Hè? Deze tijd. Ja. Dus hier heeft ze dus ook de grote slimlijnstand van Kraftlab voor gebruikt. En achter die gaten, dat zal ik nog even op het knipvel ook laten zien. Kijk, hier zitten dus 3 van die gaten in die grote slimlijnstand. €18,99 kost die. Achter die gaatjes heeft ze die bloesjes heeft ze gedaan. Die zitten ook onderin dat knipvel hier. In het knipvel Mijn Held. Zo grappig bedacht. Koffertje erbij. Dus zo kun je een heel leuk vaderdagkaartje maken. Nou, Monica had gisteren natuurlijk ook nog iets leuks gemaakt. Hè? Die hebben jullie waarschijnlijk ook wel voorbij zien komen. Die video staat ook alweer op ons YouTube-kanaal.
Ria, eind juni, dan komt er eerst van het eerste alfabet, dus van het stitched alfabet, komen de cijfers uit. En ook van het streepjesalfabet komen later natuurlijk ook nog cijfers bij. Maar we starten eind juni eerst met de cijfers van deze. Ja, dat vind ik ook wel heel gaaf hoor. Ja, ik denk inderdaad. Het is altijd wel handig om ook de cijfers erbij te hebben, toch? Ja. Kijk, deze... Zeker weten. Mijn andere Woof-kaartje, die blijf ik leuk vinden. Staat hier ook in de winkel, ook met het streepjesalfabet. Ja, die is nou, we moeten top. Echt deze volgende keer even het verschil laten zien met die grote letters van Studio Light. Je kan het hier wel een beetje laten zien. Ja, dat is wel heel leuk om kijk, dit zijn echt de grote letters. Dan zie je echt hoeveel groter dat ze zijn. Dus dat nieuwe grote alfabet van Studio Light met die XL-letters, dat is €47,99. Maar dan heb je echt letters van 4,5 centimeter hoog. Oh, sorry, ik zit te lachen om mezelf. Als jullie mij hier zien prutsen. Niemand die het opvalt, hè? Nee. Ik heb het 100 keer al verschoven, dit hartje. Oh, maar hij wordt wel heel leuk, deze met die hartjes. Ja, het wordt gewoon een hartjesregen. Ja. Hartjesregen, dat papier hadden we ook nog, hè? Ja. Die was ook gaaf, hè? Hadden. Ja, precies. Ik ga nog even spetteren. Pas je op, want anders dan gooi ik spetter naar jou toe, hè? Ja, ik pas op. Dat doe je altijd gewoon met de zwarte gesso, hè? Ja. Ja, bij mij ziet het er een beetje raar uit, maar mijn deksel is kapot. Dus ik heb een beetje een potje met een plastic rommeltje eromheen. Wat ook altijd nog wel handig is als tip, hè, is dat je... Als je hem dicht doet en je doet eerst een plastic zakje eroverheen, een boterhamzakje, en dan je deksel aandraaien, dan gaat het dus niet vastgeplakt zitten als je het niet zo heel vaak gebruikt. Ja, klopt. En dan gaat het ook minder snel uitdrogen. Ja. Oh, deze moet ik trouwens ook nog even laten zien. Deze die heb je ook nog niet. We hebben de nieuwe Nelly's Choice houder hebben we binnen. Die heb ik nog niet, maar ik zou wel ook iets anders heel leuks voorbij komen vanmorgen. Wat? Die sequins. Ja. Ja, die zijn er volgens mij nog niet. Maar dit is een nieuwe blending brush houder van Nelly. Kun je dus ook je andere tools inzetten. Hè? Maar die kost €10,99. Kan dus ook voor de borsteltjes van Studio Light. Die moeten trouwens wel weer binnenkomen, want die hebben we nu niet. Zijn die hebben we ook nodig. Ja, die hebben, zijn bij Studio Light op dit moment niet leverbaar. Maar dit is eigenlijk... Nee, die van Nelly, die houder. Die heb ik ook nodig. Hij is leuk, hè? Ja, hij is heel leuk. Hij is echt, ik vind hem een beetje hip voor Nelly begrippen, als ik heel eerlijk ben. Ja, maar ze is ook wat meer into de hippe dingen. Ja, dat klopt. Het begint wel een beetje moderner allemaal te worden, hè? Ja. Hier is trouwens nog een leuk kaartje van Ilona met de Fruity Smiles. Als je nog meer inspiratie wilt met het fruit van Joosteline. Deze is even dat lekker. Is heel mooi. Ja. Ik pak toch vaak die zwarte gesso erbij, hoor. Om het allemaal naar elkaar toe te trekken. Ja, en ik spetter heel vaak toch met een spetterpen. Maar jij vindt het altijd net iets subtieler met gesso, hè? Ja, ik vind met gesso krijg je grote en kleine spettertjes door elkaar. En dat vind ik heel leuk. Ja, en dan doe je het een beetje verdunnen met water, toch? Klopt. Ja. Maak ik een soort popje van. Leuk, met die kleine gestempelde hartjes ook nog erbij. Ja, hè? Nou, is wel een goed idee van jou om ze ook in zwart te doen. Ja, welke tekst ga je er nou bij stempelen? Weet je dat al? Oh, ja. Sorry, ik schoot uit naar mijn spetters. ik ga Made with Love doen, die bij de interactieve stempeltjes zitten. Ja, leuk. Handmade with Love. Ik denk, nou, dat past toch precies? Ik zal die past er zeker goed bij. Dat is deze. Ik zal hem nog even laten zien. De interactieve stempelset, die is €6,99. En dit zijn dus die hartjes die deze daarvoor gebruikt heeft. Ze zitten dus gewoon in die... In die stempelset. Patrice, als je eventjes zoekt op Molotov, daar zijn pennen met acrylverf waar we altijd mee spetteren. Hanny, als je nou naar de winkel komt, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dan mag je ook altijd van tevoren al even je bestelling plaatsen. En dan kies je voor betalen bij afhalen. Dan heb je nooit op drukke dagen of zo het risico dat je mispakt. En dan ligt het gewoon netjes voor je klaar bij de kassa. Omdat sommige producten gewoon altijd heel hard lopen. En we houden het altijd maximaal 3 weekjes vast. Dus gewoon even van tevoren reserveren.
via onze webshop of door eventjes te bellen. Dat mag ook altijd. Kijk, dit is de stempel met die interacties. In principe kun je ook in die hartjes en zo natuurlijk weer de teksten stempelen als je dat leuk vindt. Ja, superleuk. Maar ik denk, nou, zo'n handmade with love kun je natuurlijk ook heel leuk op een envelop of op een stickertje zelf maken of zo. Maar ja, het is eigenlijk ook gewoon superleuk op een kaartje, toch? Ja, kan zeker. Of inderdaad, op de achterkant van een kaartje kan het ook nog, hè. Dat je laat zien dat je... Deze is ook leuk, aan de interactive card. Sorry? Ja. Interactive card. Dan kan je natuurlijk ook op de achterkant stempelen. Ja, die vind ik ook heel gaaf. Deze weet je wat we ook nog moeten doen een keer. Oh jee, vertel. Oh nee, ik ben weer dom geweest. Oh, sorry. Wat gebeurt er? Ik bedenk altijd dat ik een stempel wil als mijn foam tape onder zit. Oh, ja, dan ga ik wel buiten de live app oplossen, want dan gaat het me zo niet lukken. Nee. Komt goed. Ja, daar heb ik inderdaad ook al. Dat had ik net dus ook. Dus ik ga er een tekst overheen met een standje doen. Dit is die slider pop-up. Ja, die blijft echt leuk, hè? Uitleggen. Die moeten we nog doen, ja. Dat klopt. Ja, doen we ook nog een keer. En dit is trouwens nog even mijn baby-accessoires set. Daar ga ik vanavond met boekenvoordeel ook eventjes mee aan de slag. Daar had ik vorige week mijn boot met een zeiltje meegemaakt. Lia, waren die golfjes alweer binnen? Oh ja, die Ocean Waves, die zijn er weer. Dit is dus de boot met het zeiltje van Kraftlab. Die is €9,99. En ik zie dat de golfjes er ook weer zijn die ik op dat kaartje had gebruikt. Dat is deze, de Ocean Edges. Met allemaal verschillende golfjes. En die kost €11,99. Dat is een hele leuke standsmallen set. Ik vind hem ook echt leuk, die golf. Ja, nou dan lekker ook weer met een inkt er langs halen. Ja. Die is gisteren ook weer binnengekomen, want die waren natuurlijk op. Nou, de winkel is natuurlijk ook weer lekker open, hè, als je wilt komen shoppen. Welke dag is het eigenlijk vandaag? Donderdag. Ja, donderdag. Dus we zijn er weer tot 4 uur. Tot en met zaterdag ook iedere dag open van 10 tot 5. Dus wil je komen, dan kom lekker naar Waspik. Je kan hier natuurlijk gratis parkeren. En we hebben onze eigen brasserie erbij voor als je een hapje of een drankje wilt doen. Een speciale kraftdrankje laten zien. Ja, interacties of ik weet niet. Okay, ja, soms... Darlene, ik wil deze wel bij mijn mandje. Darlene, wil je, en dat geldt voor iedereen, als jullie zeggen ik wil deze in mijn mandje, dan weet Joyce niet wat jullie bedoelen. Dus even goed aangeven welk product. In de omschrijving altijd het product even omschrijven. Want Joyce loopt vaak een beetje achter omdat ze die orders aan het verwerken is. En dan, ja, deze, dan weet ze niet wat het is. Nee, smooth wit is er nog niet, Nicole. Wat ik al zei, dat is nog niet leverbaar bij de drukker. Want daar zitten ze met ziekte of zo en die kunnen het niet leveren. Dit is inderdaad de stempelset Dorkaholic. En Charlotte vroeg net om de stempelset What the Woof. Dat is weer een andere. Dat is met die streepjes, met die teksten. En deze is Dorkaholic. Dat is ook een leuke. Nou, deze, ben je al zover of nog niet? Ik ben klaar met mijn kaartje. Ja, op mijn stempel na, hè? Lekker stoppen. Ja, ik ga hem ook daar even op mijn gemak afmaken, het kaartje. Danken we iedereen weer voor het kijken. Ja, dank jullie wel. En we plaatsen de foto's straks weer lekker erop, hè? Zeker. Ik zal de reacties nog heel even aan laten staan, zodat mensen nog kunnen bestellen als ze dat willen. En dan zie ik jullie graag snel weer. Dank je wel en tot de volgende. Doei, doei. Doei.